Hallo's opeens, ik ben Rikkels op de Gamebase, een nieuwe aflevering van Amnesia The Dark Descent. De vorige aflevering waren wij... Godverdomme, dat ga je niet menen. Ah! Normaal gesproken schrik ik echt niet met een gril, zeg maar. En nu zeg je... Wauw. Dat is zo lullig. Ren. Oh echt. Moet ik rennen? Waar de fuck ben... Nee, ik wil niet eens dat stuk nog een keer doen. Ik schrok me... Ik heb me echt... Dat was niet leuk. Dat was echt niet leuk. Waar ben ik helemaal? Jemig. Waar de fuck ben ik? Is het een nieuw plekje? Ja, dit is een nieuw plekje. Ik ben hier nog niet geweest. Toch? Ik kan me niet herinneren hier geweest te zijn. Wat is dit? Dat was dus gewoon de bedoeling. Hij komt, dan komt de beest die vermoord je. Nou. Leuk gedaan hoor. Leuk gedaan. Ja. Ik zeg helemaal van... Fuck. Dat zag ik niet aankomen. Oh, dat is die deur zeker. Ga ik dan weer terug? Dan kan ik niet terug. Ik neem aan dat ik niet terug kan. Huh? Hier ben ik weer. Hm? Ik ben echt verdwaald opeens. Hoor. Alles uit me geschrokken zojuist. Oh, ik heb een half hartverzakking hier. Dat kan er ook nog wel bij, joh. Zit er nou een kogel in? De kogel is door het kanonding. Goed genoeg. Hallo? Iemand thuis? Hoe gaat hij hier? Even kijken. Nee, niet weer. Ik heb het ondertussen wel gehad met je monster. Verdomme. Nou heb ik het echt gehad met dat beest. Weet je, hij is nou een paar keer gekomen. Dat klinkt heel fout. Nou heb ik zo zoiets van, ja, ik geloof het eigenlijk wel met je. Zie je hier? Ik heb het gevoel dat hij dichtbij zit. Voor mij kan me dit namelijk, dit was het punt waar ik rondjes ging rennen. Daar staat hij, oké. Ik weet, voor mij moet je een steen gooien of zo om weg te jagen. Hij had wel een cool dansje in ieder geval. Dubstepping in the house. Ik kan ook proberen de andere kant op te gaan. Of waar die twee stilstaande dingen... Ja, het zou moeten kunnen. Ik kan ook langzaam rennen, dat is optie 2. Dat is de dood. Ik zoek nog even een alternatief voor Pipo de Clown hier. Het liefst, want ik zoek graag... Oh, dat is een grote steen. That is a big ass rock. Dus ja, daar is Pipo de Clown met zonder Mama Lou. Die wil maar graag dood maken. Dat is niet zo leuk als ik mij niet vergis. Dan ga ik maar hierheen. Sliding! Oh, wacht, ik ben al ineens. Ik zei het ook echt veel te erg waar ik bij die buizen was. Hier was een leuke puzzel of zo. Nee, waren toch wel die pijpen. Ik twijfelde al. Van hé, waren dat die dingen die ik had stilgezet? Want het leek er meer op buizen. Oké, nou, dan hebben we dus maar één kant om op te gaan. Laat ik even een leuke steen meenemen of zo. Ik kan misschien dat lichaam meenemen. Moet ik er gewoon full YOLO langs gaan rennen? Dat is een optie. Weet je, als ik er langs ren, dan weet ik dat de kans gigantisch is dat hij me gaat neermappen. Dus dan schrik ik veel minder als ik een keiharde klap krijg. Hier zo, bam, tegen de vlakte. Dan boeit het me niet. Maar ik kan deze vent trouwens one hit KO, wat het andere monster niet kan. De vraag is, hoe gaan we dit oplossen? Voor mij liggen hier wel wat stenen, hoop ik. Die een beetje gooibaar zijn. Ah, kijk, gevonden. Kom maar. Kom maar, jongen. Kom maar, guppie. Komt-ie? Hebben we hem gelokt? Ik kan ook een rondje lopen. Dat is optie 2. Is hij weg? Nee. Kan naast niet. Het was hem het hoekje hier of zo. Nou, oké. Okay. Als jij het zegt, vriend. Als je nu komt, hè. Ik word boos. Ik ga schreeuwen. Ik ga je slaan. Oh. Veranderde mijn achtergrond in één keer van kleur. Daar leek het namelijk op. Nee, hij gaat sowieso weer. Laat me niet schrikken, man. Ik weet niet of hij die deur juist dicht wil gooien of juist niet. Dat weet je nooit in een niche. Oh, twee deuren achter elkaar. Daar vertrouw ik niet. Is het weer een opengooideur? Ik haat opengooideuren. Sinds dat monster. Nou, ziet er redelijk gezellig uit. Ik denk dat we uit de sewers geraakt zijn. Gaat me iets meer laten schrikken? Dat zou best kunnen. Het is echt zo'n... Normaal horror games dat bijvoorbeeld van de Grunge of zo, weet je wel. Nou, valt mee. Een beetje gegild. Dat kan ik wel hebben. Waarschijnlijk breekt de trap of zo. Dan val ik dood en dan word ik weer ergens wakker. Het licht aan het einde van de tunnel. Jezus Christus, ik kom eraan. Poepoe. Poeh. Ik moet nog steeds een beetje bijkomen. Ik doe mijn vest even uit, ik heb veel te warm hier. Even een raampje open. Voor jullie informatie, ik heb niet in mijn broek gepoept. Ik ben alleen teleurgesteld. Oké, ja precies, de ladder is wel gebroken. Oh godverdomme, vier kamers. Dat is echt vragen om problemen bij mij. Vier wegen geven, oké, die kan niet open. Kijk, dat vind ik heerlijk. Een optie minder.
Oké, okay, dan gaan we deze kant op. Ik laat gewoon de deuren openstaan die ik gedaan heb. Alhoewel ik het liefst zeker deuren dichtgooi. Oh god, nog meer puzzels. Nou, gelukkig zijn er maar twee. Dit ding vult mijn olievaatje zelf bij. Kan ik nog beter even bewaren dan, hè? It's not working. Something must be wrong with the machinery. Oh, dat zal wel weer. Wat moet ik eraan doen? Wat wil ik eraan doen dan, Frits? 9 augustus! Nee! Weer mijn verjaardag! Oh, we schrijven gewoon alles een dag na Rick's verjaardag. Je kan niet stoppen met zweten en schudden. Ik ken het gevoel, ik ken het gevoel. Alexander said I had to be done. He is saving my life and I don't have the luxury of argument. Zo zou Harry Potter het zeggen. Oh, en Harry Potter is niet bij ons. Rust in vrede, Harry Potter. We gaan gauw weer verder. En ik vind het jammer dat ik mijn jacket heb uit moeten doen. Want die hoorde toch wel een beetje bij de awesome sfeer van dit spel. Komt nu de monster alweer binnenstormen. Ik vind het echt iets voor de monster om binnen te stormen. Ik bedoel, hij heeft zelf 4 deuren. Wat een kans. Boe! Laat me niet schrikken, please. Oké, ik doe hier gewoon even een ding aan. Weet je, ik kap ermee. Ik heb 30 tinderboxes gehaald. Ik vind het alweer best. Ik heb genoeg tinderboxes voor de rest van het spel in ieder geval. Dat is duidelijk. Oké, wat zie je voor leuks te doen? Het ziet er wel gezellig uit, als ik het even mag zeggen. Oh god, dit gaat naar beneden, dat haat ik. No, the girl I love. And I'm like, fuck you. Neuk jou. Oké, nog wat donker hier. Wacht, heb ik een lantaarn voor meegenomen? Ik ga nu gewoon overal kaarsjes aansteken in ieder geval. Is hier wat leuks te halen? Ah, een tinderbox. Het is dat ik ze niet meer verzamel. Maar ze zijn zeker fijn. Ze zijn zeker gewild bij de dames. Heb je nog gewone olie, zeg maar, in vaatjes. Misschien zit hij achter nog van die tonnetjes. Een beetje checken. Hier en daar checken kan nooit kwaad. Ah, zet in de boxes. Yes! Woehoe! Oké, jij weg en jij dood. En oh ja, lekker lichtje aan. Waarom ook niet? Don't mind if I do. Nu gaan we een wedstrijd doen. Tinderboxes opmaken. Hoe lang gaat het duren? Hoeveel bars? Ik ga niet overal tinderboxes aansteken. Dat is dom. Ik ga er nu gewoon verstandig mee om. Zo nu en dan steek ik er even eentje op. Zo van, hey, proost op Frits. En dan steek ik er eentje aan. Oeh, licht. Licht is vaak niet goed. Agrippa, ah, die ken ik nog. Als die man wiens hoofdje eraf moet hakken ergens op het einde van het spel. Dit kan ik er vast afhalen met me. Deze neem ik aan. Cannot use this item this way. Ah, dat is jammer. Dat is jammer. Wat is dan aan de andere kant te doen? Het is stil aan de overkant. Het is stil aan de... laboratorium. Ik ben dol op laboratoria. Snap je? Meer fout van laboratorium is laboratoria. Meer fout van plectrum is plectra. Meer fout van museum is musea. En het meer fout van scrotum is scrota. Dat laatste weet ik niet zeker, maar... Hé, daar is Agrippa. Daar is hij. Dat betekent dat we bijna op het einde van het spel zijn, als ik me niet vergis. Dat is best wel de waarheid, volgens mij. Hallo, Agrippa. I see you driving around with the girl I love. And I'm like, ik ga je hoofd eraf hakken. Ja, je bent niet eng meer. Ik vind jij niet eng. Help me. Oké. Okay. Welke switch? Deze. Ga je nu dood? Wat heb ik gedaan? Ik heb gas opengezet. Ga je nu langzaam dood ofzo? Ik ben Daniel. Ik heb geen idee man, ik ben niet christelijk, weet ik veel. Je kan ook tegen die stekels aanlopen, moet je voor oppassen. Denk nou niet trouwens dat ik het hele spel uit mijn hoofd weet. Ik weet gewoon wat hele kleine punten. Ik heb het een jaar geleden gespeeld mensen. Give me a break. Oh, daar zit een cola in. Dat is een leeg glas. Oké, nou, ik ben Alexander niet. That's not very promising at all. The sanctum is basically... Ah, je bent saai. Ik ga gewoon weg. Ik ren gewoon weg van mijn problemen. La la la, la 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 la. Hey, la la, 3 bier, 5 bier, 8 bier, 3 bier, 12, 6 bier, 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 bier. Ik weet, als het goed is, moeten we nu die orbstukjes bij elkaar gaan zoeken. Want we hadden er eentje ergens gemist, weet ik nog. En toen hebben we zo lang hier lopen kloten. Omdat we één orb gemist hadden. Hier gaan we echt de komende aantal parts zitten, zeg maar. En laten we gewoon even alle hokjes afgaan, denk ik. Nou, gebruik de wc. Maar dan voor douches. Je kan jezelf wel lekker makkelijk opsluiten. Ik weet niet of deze deuren ook kapot kunnen. Het zijn best wel zware deuren. Ik vind het best... Oh, dat kan ook aan. Cool. Dat is best cool. Ga er met mijn sanitair.
A slight headache. Oh, fantastisch. Prachtig. Blij kun je mij niet hebben. Als ik nou even zo'n orbstukje vind, dan heb ik weet niet hoeveel er zijn. Een aantal in ieder geval. Een stuk of 5, denk ik. Als we tenminste eentje vinden in een van die cellen, ben ik gigantisch blij. Echt gigantisch. Oké, dat is geen orb. Dat is not an orb. Oké, dan doen we die dicht. Nou, we hebben nog maar één keuze. Is dat ook een cel? Ja, dat lijkt op een cel. Waarschijnlijk iedere keer als je zo'n orb vindt, gaan ze je sowieso de tering inschrikken. Dus dan weten jullie dat alvast. Als je de orb, als ik een orb vind en jou niet van schrikken, niet kijken. Daar kan ik vandaan zeker, ja. Ik kan ook nog eens verder en ik kan ook nog eens omhoog. Echt bedankt voor alle opties, spel. Eén van deze cellen moet haast wel zo'n orb hebben, anders is het ook fucking lame. Ah, kippetje. Picked up meat, oké, dan. Als jij het zegt. Deze torches staan aan, dat is sowieso verdacht. Leeg. Ik kan nu wel iets sneller kijken. Als er niks in zit, zit er niks in. Ah, hij staat licht aan. WC! Wat is hier te doen? Ja, het is weer een herinnering of zo? Saai, ik haat herinneringen. Ik hou niet van dingen herinneren. Ik vergeet liever alles meteen weer. Oh, deze of Damascus Rose. Oké, dan. Cool. Diarree. Dat is altijd de laatste plek waar ik kijk, hè? Misschien is dat gescript, maar dat is waarschijnlijk. Heb ik gewoon pech. Het zal wel deze zijn. Of ik ben alleen niet heen gegaan voor een herinnering. That's pretty lame. I'll be back. Nou, ik heb ieder celletje uitgezocht en ik ben geen fucking orb tegengekomen. Dat is fucking lame. Of er zit in een van die pijpen uit de muur. Dat zie ik wel even iets gebeuren. En dan zit ik de hele volgende 10 parts naar een orb te zoeken. En dan zit hij gewoon ergens in zo'n pijp of zo. Dat is lullig. Ik ga nog even één keer goed zoeken dus. Wel handig. Voordat we onszelf helemaal mee verpesten. Waarschijnlijk heb ik dat niet Nee, dat kan ik niet per ongeluk zelf maar aangezoken. Ik ben helemaal niet geweest. Dat ken ik helemaal niet. Zo, jij dicht. Hoe gaat hij met jou? Misschien in dit ding. Kettingen. Nope. Ik heb het gecheckt, baas. Helemaal niks. Nou, dan weet ik het ook niet meer. Dan moet ik beneden wel een schrikmoment hebben en anders doe ik iets verkeerd. Ah, cool. Dat is een goed teken. Ik ben er serieus blij om. Oh, god. Oh, daar is vast iets te doen nu. Even kijken. Kan ik er gewoon heen lopen als iemand er gebeurt daar binnen? Of is hij dan alweer weg? Ga opengooien die deur, joh. Oké, wat is hier gebeurd? Hallo? Hoe de fuck kan dat sowieso? Ik zag net wat mooie flitsen in principe. Nou, er moet iets gebeurd zijn. Ook die deuren zijn ook weer dicht, of niet? Of heb ik dat zelf gedaan? Dat was hier net niet, of wel? Huh? Ik ben echt even helemaal in de war. Mijn olie gaat zo meteen weer op en shit. En ik ben sowieso hartstikke verdwaald, dus ja. Of dit wel gaat zoals wij willen dat het gaat, is nog maar de vraag. Hallo? Ik weet bijna wel zeker dat ik dit voor niks aan het afzoeken ben, maar... Nou, oké. Raar. Hartstikke raar. Nou, dan kunnen we in ieder geval verder. Dat is een goed teken, I guess. Naar de chancel. Hartstikke gezellig. The thick liquid spread across his tongue. He swallowed excessively to consume every drop. He looked through the window at the wet widespread forest and the morning sun. Will this ever end, he thought. Prachtig. 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 Ik ben een hondje. Hey, wat is dat daar? Niet veel bijzonders. Ik hoor dat monster ook gewoon. De anus. Ik hoor hem gewoon al. Staat hij om de hoek of zo? Oh, hier zijn we. Hier is het einde ergens. Hier ergens is het einde van het spel. Als ik me goed herinner. Kan dit open? Dat kan niet open. En als we hierheen gaan, dan komen we het goed. Dus... Ja, daar loopt hij. Hey, broeder! Broeder van de ronde tafel. Hier kan ik vast wel orb pieces halen. Orbi pieces. Oké, klein beetje verder. You fell right into my trap. Hey, die referentie ken ik nu. Orpheus descending into the underworld. Ik ga hem zo uitleggen als iemand klaar is. Nou, ik praat toch al door hem heen. Orpheus is een Griekse mythe. Of dat, nou, Romeinse mythe. Ik denk een Griekse. Ging over een man. En op een dag ging zijn vrouw dood. Ik weet niet meer hoe die heet. Als ik moet schokken, Eurydice. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Die heet tenminste dirt. Zijn vrouw was hartstikke dirt. Hij was een beetje emo, ging de hele dag op zijn fluit spelen. En toen in één keer ging door zijn fluit gespeeld, ging een deur open op een steen naar de onderwereld. Ik hoop dat ze achter Russen zijn staan, maar nee. En hij mocht op de onderwereld en hij ging gewoon naar de duivel toe. Hij zei, hey duivel, mag ik mijn vrouw terug? Zei hij, ja is goed. Dan moet jij voorop lopen, loopt ze achter je aan. En als je niet omkijkt, krijg je er terug. Nou, hij zei, is cool. En toen, ja, ze zeiden, iedere keer zei hij, hey, ben je er nog? Ja, ben je er nog? Ja, ben je er nog? Ja. En toen op een gegeven moment, ben je er nog? En hij kreeg geen antwoord. En hij dacht, kut, waar is mijn chick? Keek hij om. En toen waren ze allebei dirt. Dat zijn maar de mythe. En ik heb geen idee wat de moraal van het verhaal is. Want meestal hebben die dingen wel een moraal, weet je wel.
Misschien is dit ding wel gewoon niet achter. Oh, ik heb iets gevonden. Dat was echt heel erg per ongeluk. Ik ging er met mijn. Oh, het stemt er heel erg over. Ik ging er met mijn muisbutton overheen. Ik dacht, ah, dat ziet er wel interessant uit. In ieder geval, bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Hier kan ik nog niet heen, dat is handig. Vergeet niet te liken als je hem leuk vond. Ik ga denk ik maar doorspelen, anders dat het midden in de nacht is, dus denk ik morgen 6 uur op moet. Want ik zit er nu lekker in, weet je. Ik weet nu precies waar ik heen moet en shit. In ieder geval, bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet niet te liken als je hem leuk vond. Aflevering. Doei! Oh, kut. Sorry, normaal dan wacht ik 5 seconden en dan druk ik op stop. Alleen, het kan dus nu niet, want ik tweede scherm. Sorry, maakt niet uit. Doei!